Priya. Hey Mina, ik heb de enkelband bij me. Hoe staan de zaken? Best. Best. Het klinkt niet al te best. Sterker nog, het klinkt niet best. Mina en ik hadden een afspraak. Zij zou Tinko's vacht borstelen. Sorry hoor. Ik hou meer van de term styleren. En ik zou Tinko's kostuum maken. Ik wil heel graag dat hij de oranje kant van deze deken draagt. Nou, ik wil dat hij de blauwe kant draagt. Maar de schelpjes aan de oranje kant accentueren zijn vacht. Maar mijn kwastjes passen beter bij de blauwe kant. Dus we kiezen voor blauw. Nee, oranje! Rustig maar, Tinko. We komen er vast wel uit. Oranje! Blauw! Mira, die twee komen er niet oranje. Uit. Oranje! Blauw! Oranje! Blauw! Oranje! Hé, hey, hou eens op! Dit is nergens voor nodig. Wat een hoogst ongebruikelijke ontwerpkeuze. Prins Veer, bent u jurylid bij de kamelenmodewedstrijd? Inderdaad, door mijn voortreffelijke stijl en gevoel voor smaak. En als ik jullie advies mag geven, dit gaat hem niet worden. Er worden alleen kamelen toegelaten met een compleet kostuum. We zijn nog niet klaar. Nee, we zijn pas net begonnen. Schiet wel op, we beginnen bijna. Oh, dat redden ze wel, Prins Veer. Zet hem op, hè. Hoe gaat ons dit lukken als we niet eens kunnen beslissen over een kleur? We vinden vast iets waarmee jullie allebei tevreden zijn. Goed, waar is de deken? Geen idee. Waar heb je hem neergelegd? Want ik zag hem voor het laatst op dat struikje. Mira, wat als we nou de deken niet terugvinden? Ja, het kostuum is niet compleet zonder de deken. Rustig maar, we vinden hem wel. Dit is de zaak van de verdwenen deken. Spurders op pad, spurders op pad, spurders op pad. Kijk door je vergrootglas en vertel me wat je ziet. Open snel je boekje. Vergeet je jas en penning niet. Stel alle vragen, volg alle sporen. Werk naar het antwoord toe. Spits goed je oren, zoek naar de feiten. Dat worden wij nooit moe. Spurders op pad, spurders op pad, spurders op pad. Abonneer je voor nog meer leuke video's. En kijk naar Disney Junior voor je favoriete series.